Mijn liefdeskleur is een lapis lazuli en een malachiet. Dat zijn zulke prachtige kleuren. Mijn naam is Wim van der Zwan. Verfmaker bij de Oud-Hollandse in Driebergen. Ik ben eigenlijk in het werk gevallen als jonge jongen van 18 jaar. Als leerling verfmaker. Ik vond het een interessante materie. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot de verfmaker die ik nu ben. Het maken van olieverf is eigenlijk heel simpel. Het is eigenlijk het aanslaan, het voormengen van een lijnolie en een kleurstof. Dan komt de wals. Daar worden eigenlijk deeltjes pigment fijn gemalen. De eindfase is eigenlijk dat het in een afvalpot belandt. Daar wordt het in tubus geperst. Gaat naar een etiketteerafdeling waar het geëtiketteerd wordt. Het kunstwerk wat ik heb gekozen uit het Centraal Museum is het groot bloemstuk met de keizerskroon. Wat mij opviel in dat kunstwerk waren de kleuren die gekozen waren en de manier waarop de kleuren tegenover elkaar gezet waren. Als ik naar een schilderij kijk, dan kijk ik eigenlijk naar kleur. Hoe is die kunstschilder aan die kleuren gekomen? Het gaat wel wat verder dan een verf maken, want kijk naar schilderijen. 300 jaar later staan we er nog naar te kijken. Het kleurenpakket van 400 jaar geleden, als je praat over beperkingen, dan was je aangewezen op de natuurlijke kleuren. Dan had je bergvermiljoen, rood, je had meekrap, wat uit wortels gehaald werd. En als je dat vergelijkt naar de hedendaagse pigmenten, het assortiment vele malen groter. In basis is er in productie vandaag de dag en 50 jaar geleden of 40 jaar geleden geen verschil. Het uitgangspunt is altijd geweest dat het een ambachtelijke verf is. En dat houdt in dat het op een ambachtelijke manier gemaakt wordt. Voor iedere tube die gemaakt wordt, worden er kleurstroken geschilderd, gesneden en op de tube aangebracht. Dat de gebruiker eigenlijk kan zien, hey, ik zoek een kleur. Hij kan van dat label uitgaan, dat wat op het label zit ook in de tube zit. Het tubetje verf is niet meer het tubetje verf als ze gezien hebben wat daar voor gedaan wordt om die verf in die tube te krijgen.